Reis van San Marino op het circuit Enzo Edino Ferrari met lampen die aangaan en die zo uitgaan. Dan hebben we een start van de wedstrijd. En wie, oh wie, is er heel goed weg. Oh, Button is wel goed weg. Maar sluit aan achter Michael Schumacher. Massa aan de buitenkant en aan de binnenkant zien we Fernando Alonso die nu achter Massa aansluit. Dit kan lastig zijn in die eerste knik. Zien we iemand rechtdoor schieten? Het antwoord is nee. Ooit hebben we Coulthard doorzien gaan. En de beide auto's, Massa door naar 3. Achterin zien we dat de beide wagens van het team van Midland aan het knokken zijn met de auto's van Sato en Yuji Ide. Bovenaan in beeld is het Christian Albers die daar beter weg is. En Montero ook, dat is de vraag. Oei, die gaat erin over zijn dak. Ik weet het zeker. Een Midland over zijn dak. Die werd getoucheerd, het ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Kijken wat de Italiaanse regie doet. Hij werd getoucheerd bij het naar rechts sturen op zijn achterwiel. Die auto tripte. Ligt ondersteboven, bovenaan ook gele vlag. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de Midland. Doktoren zijn er direct bij. Die gaan mee bij de start. Het is de auto van Albers. Yep. Safety car situatie. En nu hopen dat daar niets aan de hand is. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En 3 keer over het hele dak. Albers die daar in een touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, Midland moet gaan praten. Ide moet eruit. Niet omdat het een Nederlander is, maar een heftige crash voor Christian Albers achter in beeld. Taf. 1 keer op de rolbar. 2, 3 en 4.